Schoenenberg. En wij gaan door naar onze laatste gast. En u heeft hem net al even gehoord ook bij de vragen. Geef hem een hartelijk applaus. Bart van der Sloot. Kom maar bij, Bart. Fijn dat je er bent. Ja, en ook een boek geschreven. Ja, ga je er straks ook nog eentje verloten? Ja, zeker. Ja, en we hebben ook nog een opera-momentje, geloof ik. Hè? Want ook jij doet aan open Iedereen, access. Iedereen kan de smartphone vastpakken. Hou hem zo dicht mogelijk bij. Oh, ja, precies. Dichtbij. Dus, ja, graag, okay. Hey, fijn. Goed. We beginnen al met voorstellen. Fijn dat je er bent, Bart. Ook voor jou. Wat doe je en hoe ziet een dag in het leven van Bart van der Sloot eruit? De wetenschapper dan, die dagen. Hè? Dat is lastig te onderscheiden. Ik woon namelijk aan de voet van de Veluwe. En daar loop ik heel erg veel. Dus ik kan vanuit mijn huis al de postbank zien. Ik weet niet of jullie dat kennen. Daar heb ik net ook weer een paar uur rondgelopen. En dan krijg ik ook weer inspiratie. En zie je ook af en toe nog hertjes rondlopen. En zwijnen en oerossen, dat soort zaken. We denken bijna dat je bioloog bent, maar dat is niet het geval, toch? Ik ben van huis uit filosoof en jurist. Dus ik combineer dat een beetje. Ja. Net zoals de vorige spreker begeef ik me een beetje op techniek die er aankomen. Met dan de vraag, wat doet dat voor onze samenleving? En hoe kan het recht eigenlijk helpen om belangrijke kernwaarden weer te beschermen? Precies. En want ik zag inderdaad heel veel overeenkomsten, denk ik ook met de vorige spreker. Je boek even netjes noemen, Regulating the Synthetic Society, Generative AI, Legal Questions and Societal Challenges. Ook dus nogmaals gratis verkrijgbaar. Ook heel veel linken. En dat was eigenlijk de eerste link, is misschien denk ik wel de meest herkenbare die ik al heel snel hoorde. In die metaverse weet je soms niet meer wat is nou echt, wat is niet echt. Hè? Dat voorbeeld wat we hoorden met die plank. En dat geldt ook voor het gebruik van AI. Als ik het goed zeg, jij citeerde een voorspelling en we spraken elkaar natuurlijk van tevoren, dat over 5 jaar is een verwachting dat 90% van alles wat we online zien geheel of gedeeltelijk gemaakt is met AI. Dat klopt inderdaad. Dus de metaverse is daar een voorbeeld van. Maar het gaat veel breder. Dus je hebt nu ChatGPT-achtige middelen al ter beschikking. Daar wordt heel veel al mee gedaan. Je vroeg net naar verkiezingen toevallig. Ja. Kijk, er wordt heel veel in verkiezingscampagnes al gewerkt met generative AI. Dus je kan je eigen hologram kan je op tour laten gaan. Nieuwsuur had laatst nog een heel mooi item over het gebruik van generative AI in verkiezingscampagne, waardoor je bijvoorbeeld je gezicht net wat vriendelijker kan maken, of teksten, speeches kan laten schrijven. Je kan zelf in een andere taal gaan spreken, dus ik kan ineens in het Fries bijvoorbeeld, zou ik als politicus een toespraak kunnen gaan houden. Dus dat zijn een beetje de grotere dingen, maar je moet ook denken dat AI, dus artificiële intelligentie, computerlogica, die zit in steeds meer producten ook ingebakken. Dus je fotocamera tegenwoordig, die werkt vaak al op AI. En dat betekent dat als je een foto neemt van de maan op een mistige avond, daar een hele heldere maan terugkomt. Omdat de fotocamera weet, tussen aanhalingstekens, hoe een maan eruit ziet. Daar zit al voorgebakken in een beeld van de maan. Je manipuleert eigenlijk al het echte beeld. Het echte beeld, dat krijg je eigenlijk niet meer te zien. Of bijvoorbeeld, er zijn foto's van brandende bossen gemaakt. En die kwamen er groen uit, omdat de AI is voorgeprogrammeerd als. Dus zo zie je dat in al die technieken. Dus dat heb je met videobellen. Dus het wordt ook steeds onduidelijker. Dus wat zie ik nou, wat is nou echt en wat is al aangepast? Ja. Want het probleem bij AI is natuurlijk ook, dat weet ik op een gegeven moment niet meer. Omdat ik het niet kan terugvinden. Net als teksten met ChatGPT. Nee, dus de goede teksten van ChatGPT zijn al niet meer van echt te onderscheiden. Nee. Dus in de universiteiten wordt al heel veel. Is er paniek over het gebruik van ChatGPT door studenten. Ja. Want die laten hun essays daardoor schrijven. Ja. Je herkent ze voornamelijk omdat ze zo goed zijn. Ja. Dat is eigenlijk het probleem. En ik vraag dit ook maar even voor een vriend. Maar ik begrijp dat ChatGPT ook interviews doet. Ja. En dat tamelijk goed doet. Ik heb zelf een keertje, moest ik zelf mezelf interviewen. En toen heb ik gewoon aan ChatGPT gezegd, dit is mijn boek, upgeload. Stel nou eens 10 vragen daarover. En binnen 20 seconden kwam met 10 vragen die echt ontzettend goed waren. En je had dus niet dat gevoel wat Sander had, zo van wat een vreselijke vragen zitten ze nou weer aan Mulis te stellen. Maar dit waren goede vragen. Ja, zeker. Ja, ik ben een aantal keer nu op de radio geweest, ook voor dit boek. En deze vragen deden niet onder voor de vragen op de radio. Ja. Het is ongelooflijk. En misschien, we hebben ook een heel klein mini-testje. We hebben een paar beelden meegenomen om dat even een beetje te illustreren, een beetje dat gevoel te krijgen. Als het goed is, maar jij mag het verder even toelichten. We zien hier natuurlijk ook rechts in ieder geval een meneer die we kennen van de universiteit, maar licht even toe. Oh ja, nou we hebben een tijd geleden een spel gedaan dat je
de echte persoon van de neppersoon moest herkennen. En dat Lubach heeft dat bijvoorbeeld ook gedaan met politici. AI of Kamerlid. AI of Kamerlid. En dat is eigenlijk heel lastig te herkennen. Dus hier ook. Dus nou, je verklapt het al. De rechter meneer, die bestaat echt. Dat is de hoofd van de universiteit. En de linker meneer, die is nep. Die is dus door AI gegenereerd. Maar die lijkt heel erg echt. En sterker nog, er zijn experimenten gedaan. Mensen vinden door AI gegenereerde personen eigenlijk betrouwbaarder eruit zien dan echte personen. Dus als je met iemand zit te praten, dan ben je sneller geneigd die persoon te vertrouwen en daar informatie aan te geven. Of bijvoorbeeld er is al identiteitsdiefstal geweest. Dan ben je sneller geneigd om die meneer bijvoorbeeld geld over te maken dan die meneer. Nou ja, dat zullen we doorgeven aan Wim. Ja. Maar de volgende gaan we even echt doen, want er staan woorden onder zitten of staan. Hè? Ja. Dus als u zegt, dit is de echte, dan ga je dus of staan of zitten. Hè? Dat is de opdracht. Als je denkt, die rechtse is echt, ga je even staan. En als u denkt, die linker is echt, dan blijft u zitten. Dus wie is echt en wie is gegenereerd? Ja, kijk, Sander die is... En even, is het gewoon puur een gevoelskwestie, Sander, of zit daar nog een... Ik denk, het zal wel een instinker zijn. Is er een criterium waar je kiest voor de een of de ander? Nou ja, wat hij net zei van de betrouwbaarheid. Je zou eigenlijk denken, dat ziet er misschien gekunstelder uit, maar... Ook hier wat overleg. Ik ben ook hier even benieuwd. Jullie blijven juist weer zitten. Waar zit hem dan? Ja, kijk niet. Ik weet niet zeker of die oorbellen precies kloppen. Dus misschien moet ik toch... Wat goed. Vertel het ons. Ja, nou, het was inderdaad een instinker. Het zijn allebei door AI gegenereerd. Oh, ja. Wordt het zonneavond. Hey, we hebben er nog eentje. Dan krijgen we denk ik een beetje een beeld. Ja, hetzelfde weer. Staan of zitten. Ik ga even aan de kant. Kunnen jullie het goed zien? Dus blijven zitten als je denkt, die links is echt rechts als je denkt staan. En als je denkt, het is weer een instinker, dan... De zaal verlaat. Ja, dan mag je de zaal verlaten. En ook hier maar weer, ik ben altijd gewoon benieuwd, zit er nog criterium waarop je kiest? Ik zou zeggen, ik vind die rechtse wat meer menselijk. Die heeft ook hè, wat rimpels, wat grijs haar. Links is wel een hele knappe dame, dus dan denk ik, AI maakt vaak wel heel realistisch. Oh, dat is ook mooi. Dat is ook een mooi criterium. En voor u? Ja, ik dacht die linkse, dat is meer zo'n filmster of zo. Ja. En dit is, ja, dit kan wel gekunsteld zijn. Goed, en blijven zitten, Sander? Ja, ik dacht, het zijn er vast weer twee. Het is goed. Ja, het is goed nou. Nee, heel goed. Vertel nee, het deze ons, keer was links inderdaad is echt en rechts is door AI gegenereerd. Ah. En dan zie je al dat inderdaad met rimpels is en een bril. En dat klopt helemaal eigenlijk fysiologisch. Maar dat is een niet bestaand persoon. Ja. Ja, oh, dat is een goeie. Ik hoor gelijk nog een vraag. Waar moet je nou op letten? Ja, nou, maar dat is eigenlijk het hele punt. Dat kan niet meer. Dat kan dus niet meer. En dus als mens kan je dat niet meer onderscheiden. Ook je hebt soort computerprogramma's die dat er dan uit zouden moeten filteren. En ook die kunnen ze daar eigenlijk niet meer uithalen. Ja. En je moet dus bedenken dat bijvoorbeeld voor de rechter... Hè, worden nu al nepbewijsmiddelen aangedragen. En moeten rechters gaan bekijken, klopt dit nou eigenlijk of niet? Maar op een gegeven moment kan het dus niet meer. Want ik kom met een filmpje aan. Oh ja, hier, die Bart heeft dit en dat gestolen. Kijk maar, dit zijn de opnamen. En jij kan zeggen, ja... Dat heb ik niet gedaan. Ja. En bijvoorbeeld in voogdijzaken is er een moeder geweest... die heeft een schreeuwende vader ingebracht als bewijsmiddel. Nou, nu nog, dat was 2 jaar geleden. Toen kon je dat er nog uitfilteren. Nu kan dat niet meer. Dus weet je als rechter eigenlijk niet. Het is gewoon woord tegen woord nu. Ja, en dan, hè, daar gaat je boek natuurlijk ook over. En wat doen we daar dan mee? Want daar moeten we iets mee. Want dan hebben we dus wel echt een probleem. Dan hebben we een heel groot probleem inderdaad. En daar moeten we in ieder geval het gesprek met elkaar over. Dus ik geef nu heel veel lezingen. En daarom is ook de boek ook open access te verkrijgen. Ik hoop dat gewoon heel veel mensen dat verspreiden ook. En daarover nadenken en met elkaar het gesprek over aangaan. Dat is voor mij het belangrijkste. En wat we daarmee moeten, is voor mij betreft ook een debat dat we met elkaar moeten voeren. Want je kan zeggen, we moeten die technieken deels verbieden. Maar ja, goed, dan haal je innovatie weg. Dan haal je ook goede toepassingen hiervan van weg. Dus dat gaat misschien te ver. Moet je zeggen, goh, we gaan dat alleen maar aan bijvoorbeeld grote bedrijven toestaan... die we goed kunnen controleren. Maar dan krijg je machtspositie van die grote bedrijven. Die worden steeds machtiger. Dat is nu al het probleem met Google en Microsoft... die eigenlijk de hele digitale infrastructuur in handen hebben. Dus er zijn wel oplossingen, maar elke oplossing heeft ook weer een nadeel. Precies. En ik sprak net met Annelieke ook al over... Hè, wat zou er wat haar betreft bovenaan de agenda moeten staan... van nou, hier zouden politici in ieder geval bijvoorbeeld het gesprek over moeten voeren... Wat staat er bovenaan jouw agenda, niet als oplossing hoor, maar wel van dat gesprek is volgens mij het allerbelangrijkste of hoort bij de belangrijkste gesprekken die we hierover moeten gaan voeren.
Een van de belangrijkste dingen is het gebruik van deepfake-technologie. Dus dat is een beetje wat je net zag. Je kan dan een niet bestaande persoon genereren, maar je kan ook van bestaande personen iets laten doen of zeggen die hij nooit heeft gedaan. Dat wordt soms ingezet om verkiezingen te beïnvloeden. Bijvoorbeeld in Amerikaanse verkiezingen heeft Biden zogenaamd opgeroepen om thuis te blijven en niet te gaan stemmen. Dus dat wordt al door Rusland en door andere partijen ingezet om vrije verkiezingen te beïnvloeden. De verspreiding van nepnieuws. Nepnieuws, dus dat is gigantisch. Daar moet echt iets aan gebeuren. En tweede punt is denk ik, 99% of iets in die orde van grootte van alle deepfakes online gaat nu over deepfake porno, over vrouwen die daar niet om hebben gevraagd. Ja. En als je ziet welke catastrofale impact dat heeft gehad op vrouwen. Misschien hebben jullie Delmoet en de Sexfakes gezien. Dat is een bekende Nederlander, al volwassen vrouw. En toch zag je daar al aan hoeveel impact dat had op haar vader, noem maar wat op. Maar nu wordt dat heel veel ingezet tegen scholieren, schoolgaande meisjes van 14, 15. En dan gaat zo'n beeld, zo'n filmpje viral. En dat zelfs al weet de klas, dit is vermoedelijk fake. En zelfs al weet zij dat en ze ziet zichzelf in al die posities. Dan heeft dat een enorme impact op het zelfbeeld, op zelfvertrouwen. Ja. En misschien precies om datzelfde effect als wat Annelieke net aanhaalde. Omdat het zo echt is en er zo echt uitziet. Ja. Ook al weet je dat het nep is, heeft het toch die impact. Ja, je beseft het rationeel, maar intuïtief neem je dat toch voor waar aan. Ja. Ja. En dan ga ik toch nog proberen misschien ook een klein beetje te relativeren. En daar mag je natuurlijk ook op reageren, want dit soort verhalen horen we natuurlijk heel veel. Hè. Het gaat ontzettend snel, de veranderingen. We herkennen de wereld over 5 jaar niet meer terug. Tegelijkertijd, ik zie ook wel eens een kamp van mensen die zegt, joh, rustig aan, kijk bijvoorbeeld naar Google Glass, hoor je niemand meer over. We zouden ook allemaal op van die segways gaan rondrijden, daar rijdt ook geen hond meer op. Rustig aan, het valt wel mee. Dat is ook een kamp wat er is. Hè? Er zijn ook mensen die zeggen, nou, zo snel zal het allemaal niet gaan. Ik zou ook nooit zeggen dat die voorspellingen waar zijn. Dat weten we gewoon niet. Maar het is een mogelijkheid. En sommige dingen van die voorspellingen worden wel waar. En dit is wel zo'n voorspelling dat als die waar blijkt te zijn, dan heeft die zo'n grote impact dat je niet dan pas kan gaan reguleren. Dan is het gewoon te laat. Als 96% van alle digitale content door AI gemanipuleerd is, dan is het gewoon te laat. Dan heb je dus geen vertrouwen meer. Als jij mij video belt, weet ik niet meer zeker of jij echt bent of niet. Als je met verkiezingen, fake news, rechters, noem maar wat op. Dus daar moet je nu al over gaan nadenken en nu al maatregelen. Dat was ook een mooie observatie, vond ik, die idee. Dat je zei, als er bijvoorbeeld een nieuwe fiets of iets op de markt komt of een ander nieuw product, dan moet dat uitgebreid getest worden. Er zijn allerlei protocollen voor. Voor eten geldt dat nog meer. Hè? Dat mag je niet zomaar op de markt zetten. En dit, ja, we doen allemaal maar en we zien het wel. Dat is heel raar met technologie. En dat komt deels omdat dat een beetje eng is en vaag en complex. Daar houden we eigenlijk de handen van af. Maar bij alles, medicijnen, die moeten heel veel worden getest voordat je dat überhaupt op de markt mag brengen. Auto's, fietsen. En we hebben dat gezien met fietsen die een keertje fout zijn gegaan. Die worden dan gelijk van de markt gehaald als die blokkeren op een overgang. En terecht ook. En voedsel, daar zitten waakhonden bij, die controleren dat met steekproeven. Met deepfake filmpjes, die mogen gewoon. Deepfake AI, deepfake robots, large language models zoals ChatGPT, dat wordt allemaal gewoon erop gegooid en dat gaat fout. En dan zeggen dat gaan we dan gaandeweg. En move fast and break things. Dat is dan een van de slogans die geldt. En dat is eigenlijk echt een Amerikaanse filosofie, die daar ook heel goed past. Maar die producten worden ook in Europa ingezet en heeft ook een soort Amerikaanse effect op onze samenleving. Ja. Straks uiteraard ook weer alle gelegenheid voor mensen om vragen op te stellen. Misschien nog even een andere casus, de robot. Dat is natuurlijk ook altijd iets wat tot de verbeelding spreekt. Ook daar aan de ene kant zien we soms fantastische voorspellingen wat die robots allemaal zouden kunnen. En bijvoorbeeld, daar zie je ook een beetje dat dubbele gevoel. In de zorg was er heel vaak een angst voor mensen dat het allemaal heel onpersoonlijk zou worden en de mens wordt eruit gehaald. En aan de andere kant, mensen die door een robot gedoucht worden of door een robot op een toilet worden gezet, ervaren dat juist als veel prettiger. Die zeggen, het is natuurlijk heel gênant om steeds maar weer voor een andere verpleegkundige jezelf te moeten uitkleden. Dus daar zien we juist weer dat die robots dus ook veel kunnen toevoegen. Het is niet alleen maar onheil wat op ons afkomt.
Nee, en dat zeiden we al eerder. Dus daar is geen eenzijdig antwoord op. Is dit goed, is dit slecht? Moeten we het verbieden, moeten we het toestaan? Dat ligt heel complex. En ik denk precies het punt wat je nu noemt. Dat is ook een beetje de verschuiving die je ziet in die ontwikkeling van robotica zelf. Dat lange tijd is daar eigenlijk een idee geweest, bijvoorbeeld met spraakassistenten, die werden eigenlijk expres een beetje mechanisch en afstandelijk gemaakt, zodat je er niet echt aan ging hechten en niet echt menselijk werd. En nu is dat veranderd. Dus bijvoorbeeld OpenAI van Microsoft, die is eigenlijk heel erg bezig nu met een fysieke robot te maken die heel erg op ons lijkt. Maar ook spraak, er was laatst een release en er was gelijk Scarlett Johansson ging daartegen protesteren, want die zei, dat lijkt bijna op mijn stem. En als je die daarmee spreekt, die giechelt, die lacht, die kan sarcasme en zelfs een beetje ironie begrijpen. Dus die zijn juist heel erg op zoek naar die persoonlijke connectie. En dan, als dat verder gaat, kan het denk ik snel gaan. In mijn jeugd bijvoorbeeld was er de Tamagotchi. Ik weet niet of iemand anders dat kent. Een soort eitje wat dan een dier zou moeten voorstellen. En dat ging af en toe piepen en dan moest je hem even aandacht geven. Eten of wat water geven. En als hij dood ging, nou, mensen waren in tranen. En dat was een eitje van niks. Terwijl als je een robot hebt die echt als op een mens lijkt, die herinnert welke gesprekken je hebt gehad, die ironie en sarcasme begrijpt, die een beetje plaagt of wat dan ook. Ja, daar ga je heel snel aan hechten eigenlijk. En dat zie je dus ook bijvoorbeeld bij ouderen. Dat er al experimenten zijn gedaan om eenzaamheid te voorkomen bij ouderen. En daar dan een sociale robot wordt neergezet. En die gaan daar heel snel eigenlijk aan hechten. Ook daarbij weer de vraag, is dat nou goed of niet? Ik weet het niet. Ik vind het ergens heel cynisch dat als oudere mensen eenzaam zijn, dat je dan een robot neerzet. En tegelijkertijd, ja, misschien als kinderen en kleinkinderen te druk hebben, dan is dat een oplossing. En als die heel sociaal is en goede gesprekken kan voeren, misschien moeten we daar dan ook wel naartoe. Daar gaat die film, hè, waar Scarlett Johansson ook in speelt, en daarom ligt het natuurlijk allemaal ook zo gevoelig, gaat daar ook over dat zij dus een robot is waar een man verliefd op wordt en daadwerkelijk een soort van relatie mee gaat onderhouden. Ja, precies. En terwijl zij dus de robot uiteindelijk blijkt met 10.000 andere mannen ook gesprekken en met andere robots en noem maar wat op. Ja, en bijvoorbeeld een Nederlandse documentaire. En dan zie je al hoe snel dat gaat. Ik ben Alice, heet dat. Nou, dat was echt een robotje van niks. Ik geloof bijna 10 jaar geleden. Heel houterig spreken. En die werden dan bij ouderen neergezet. Nou, eerst waren ze daar een beetje ongemakkelijk mee. En toch na een maand experiment werden de kleine robotjes weggehaald. Toch lastig, waren ze toch aan gaan hechten. Ja. Dus dat gaat heel erg snel. Ja. Nou ja, en ook weer, hè, de donkere kant, worden er bij Annelieke ook al een aantal voorbeelden, speelt hij natuurlijk ook, want we weten ook al van die de chatrobots die op een gegeven moment ook bijvoorbeeld met kinderen voorstellen deden dat ze moesten gaan afspreken en dat soort dingen, en nog wel ergere dingen, wat totaal ongereguleerd is. En dat kan dus ook een bepaalde kant op gaan die je helemaal niet wil. Wat is wat jou betreft de donkerste kanten, zeg maar, dat je denkt, ja, daar moeten we nou ook echt aandacht aan gaan besteden en voorkomen dat we die kant op gaan? Ja, ook daarbij zijn weer doemvoorspellingen. En dat ik kan niet zo goed. Ik ben filosoof en jurist, dus ik kan dat niet zo goed inschatten. Maar alle Amerikaanse techneuten eigenlijk die hier in dit veld bezig zijn, die hebben een eigen P-doom. En dat is de kans dat het fout gaat. Ja? En die hebben ze allemaal. En sommige de lagen zeggen er is 2% kans dat AI zich tegen ons gaat keren, dat hij het overneemt. Sommigen die doen dat veel hoger, die zeggen 50% kans. Maar zelfs als je op 2% kans gaat zitten dat AI zich tegen ons gaat keren, dat AI-robots misschien ons willen gaan vernietigen of wat dan ook, of een fout gaan maken met catastrofale gevolgen. Dat is enorm. Als je in een vliegtuig zit en je hebt 2% kans dat het neerstort, dan ga je er niet in. Ik denk niet dat ik ga vliegen. Nee, met een Boeing tegenwoordig. Hey, en ook jouw rol dan weer als wetenschapper. Ik vroeg het ook aan Sander, ik vroeg het ook aan Annelieke. Hoe doen jullie nou wetenschap? Hoe ziet dat dan bij jou eruit? Want jij denkt over dit soort dingen na. En je gaf ook al aan van, ja, ik heb dus zelf ook de antwoorden niet. Het is niet dat jij een 10-puntenlijst van dit moet er nou veranderen. Maar je probeert vooral wel ons aan te zetten om hier samen over na te denken. Ja, ik denk, zeg maar, voor mij wetenschap kan nooit een antwoord geven. Er is geen wetenschappelijke waarheid. Dus ik ben heel erg aarzelend van wetenschappers die een politieke mening verkondigen of activistisch zijn. Dat is in ieder geval niet wetenschappelijk. Als wetenschapper kan je alleen maar een voorlopige conclusie hebben. Mm-hmm. En dan zeggen, goh,
Dan gaat vanaf daar het gesprek weer verder. Van wat waren je methodes? Klopt die definitie wel? Zijn er niet nieuwe ontwikkelingen? Als we dat experiment gaan herhalen, klopt dat nog steeds dan? En er is nog nooit een theorie gekomen die absoluut waar is. En dus ook hier met dit soort vraagstukken. We zitten met waarschijnlijkheden. Hoe gaat AI zich ontwikkelen? Wordt het iets of wordt het niet iets? Als het iets wordt, gaat het dan positief zijn, negatief zijn? En ook heel veel meer persoonlijke, politieke en ethische vragen. Van ja, hoe vrij wil je het geven? Ben je iemand die de markt vertrouwt of meer vanuit de staat wil reguleren? Daar ga ik als wetenschapper niet mijn persoonlijke mening over geven. We zullen jou niet op de A12 vastgeplakt tegenkomen. Nee, dat vind ik heel erg als wetenschap daarvoor wordt gebruikt. Ja, want jij zei, dat vond ik ook wel een mooie citaat, wetenschap is juist steeds doorgaan met denken, juist niet een paar simpele antwoorden hebben. Het moment dat je een antwoord hebt, ga je die weer bevragen. Ja, dat is wetenschap. Ja. Dus je weet nooit iets zeker. En dat is ook het leuke. Dus het is een continu proces van vragen stellen. En dus je als wetenschapper, als je als iemand een wetenschapper hoort die antwoorden gaat geven, dan moet je die denk ik wantrouwen. Dan is dat een groot moment om... Dan is dat geen wetenschapper meer. Dan is het een expert geworden die ergens verstand van plachten hebben en persoonlijke meningen debiteert. Ook heel verstandig zijn vaak hele verstandige mensen hoor. Krijg je een Maarten van Rossum op televisie. Ja. Prima verstandige man. En tegelijk kan me voorstellen, ik ga straks natuurlijk ook naar de zaal, mogen ook alle vragen stellen. Ik kan me voorstellen, mensen denken, wacht even, we hebben natuurlijk als samenleving ergens wel antwoorden nodig. We moeten op een gegeven moment wel besluiten nemen, we moeten nieuwe wetten gaan aannemen, we moeten naar dingen kijken. Wat is je antwoord dan? Ja, zeker. Daar hebben we de politiek voor en dan moeten we een maatschappelijk debat hebben. Dus ik kan dit debat deels aanjagen, ik kan hopelijk de juiste vragen en de mogelijke dilemma's schetsen. En dan moeten we daar een maatschappelijk debat over hebben. En dan moeten we een politieke keuze maken. En vanuit daar dan die keuzes gaan maken. Precies. Maar politiek is geen wetenschap. En wetenschap is geen politiek. Kijk, dankjewel. Voor nu even ook kunnen vertellen wat je graag wilde vertellen. Zeker. Want ga ik hier ook uiteraard. U mag over alles weer uw vragen stellen, uw opmerkingen plaatsen. En we zijn altijd gewoon benieuwd naar al uw reacties. Ik zie een lach op uw gezicht. Is dat uit herkenning dat u het interessant vond? Nee, dat is een verkramping. Kramping, oh dat kan ook. Maar u mag reageren als u wil. Ja, ik vind het een beetje problematisch. Ik vind AI ontzettend interessant. Ja. Het is heel verleidelijk. Ik probeer ook heel erg weg te blijven van angst, van overheersing. Ja. Maar tegelijkertijd zoek ik ook naar een soort verbinding daarmee. Ja. En volgens mij is dat een heel menselijk iets, dat je zowel met mensen, soortgenoten of biologische soortgenoten, maar ook met voorwerpen en ook met niet-voorwerpen een relatie kunt onderhouden. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe dat er gaat uitzien. En ik ben me bewust dat ik al die relatie onderhoud met op allerlei fronten. Maar het is dus geen vraag, het is alleen een soort reflectie. Een reflectie, ook een observatie van er gebeurt vaak ook al meer dan we misschien soms zelf denken. Heel goed, dank, dat mag ook uiteraard. Andere opmerkingen nog, andere zaken? Ik zag hier wat overlegd. Ja, normaal vraag ik de columnist niet nog een keer. Maar toch, er was hier wat overlegd. Ik ben dat wel benieuwd. Nou ja, ik vond het heel interessant hoe Bart aangaf dat politiek en wetenschap twee verschillende dingen zijn. Omdat het wel twee dingen zijn die ook in één mens verenigd kunnen zijn. En Sander reageerde daarop met, ja, maar wetenschappelijke ideologieën, die worden natuurlijk ook door normen geregeerd. En dat is ook een vorm van politiek, waarop ik weer zei, ik denk dat Bart dan met politiek iets anders bedoelt. Meer het letterlijk beleid maken, besturen, beslissingen nemen. In een correcte weergave? Nee, ja, correct. Volkomen correct. Ja. En ik ben natuurlijk allerlinge ook benieuwd, hoe heb jij naar dit verhaal geluisterd? Want we zagen natuurlijk heel veel linken tussen jullie verhalen en nou ja, ook de vragen die gesteld moeten worden. Ja, zeker. En zeker met AI. En dat we nu ook veel meer kunnen maken. Zoals die deepfakes, die pornografische deepfakes waar hij het over had. Ja, dat heeft heel veel impact. En het gekke is dat de wetgever daarop gereageerd heeft door het strafbaar te stellen. Ja. Maar alleen maar voor pornografische deepfakes. Dus hè, er is zo'n bekende van Frans Timmermans dat hij in dat vliegtuig zit met allemaal lekker eten en zo. Dat soort dingen zijn dan weer niet strafbaar. En dat laat ook wel een beetje zien dat we eigenlijk niet beleidsmatig, niet context en doelsmatig denken, maar elke keer, oh, we zien hier wat, we reageren even als wetgever. Het is een beetje te veel ad hoc. En ja, jij bent jurist, jij weet het veel beter dan ik. Kun je dat ook niet laten vallen onder smaad of laster als je Frans Timmermans dat soort dingen laat vallen? Of is dat juridisch niet te doen? Ja, het wordt een hele lastige. Ja.
opmerkelijke. Ja, reageer maar. Ja, ik denk ook dat zelfs bij het verbieden nog een probleem is. Want bijvoorbeeld deepfake porno van bestaande mensen, dat is al gewoon verboden. Ja. Maar het probleem is, kijk, die apps en technieken om deepfake porno te maken, die staan gewoon op het internet. Ja. Dus iedereen kan daar gewoon zelf mee aan de slag. En zolang je dat niet weghaalt, dan worden er per dag naar schatting duizenden alleen al in Nederland deepfake porno materiaal. Dan kan ik ook heel makkelijk zeggen, ik kan naar iedere bouwmarkt gaan, dan kan ik een hamer kopen en jouw hersens inslaan. Maar dat betekent niet dat het mag. Nee, zeker. Maar goed, nou heel goed. Maar dan wil ik hier even op ingaan. Kijk, hoe vaak wordt er iemand vermoord met een hamer? Minder vaak dan die porno waarschijnlijk. Ja. Kijk, als 99% van de toepassingen van een deepfake technologie is het maken van deepfake porno. Mm-hmm. En dat zo schadelijk is, dan is dat hetzelfde als dat je weet 99% van de keren dat die hamer wordt gekocht in de bouwmarkt, precies, wordt die later gebruikt om iemands hoofd in te slaan. Dan gaan we en dan zou verbieden. Je dat verbieden. Precies. Dan zou je zeggen, we leggen dat niet meer in die bouwmarkt. Of jij moet aantonen als persoon, ik ga straks een klus doen in mijn huis. Ja. Of ik ben een professionele klusser en dus heb ik dat nodig. Dan heb ik een hamervergunning en worden mijn antecedenten getraind. Maar als we al weten, 99% van de keer gaat dat misbruikt worden, precies, dan zeg je, nou, dat gaan we niet doen. Ja. En deel je de analyse van Annelieke, van het is wel vreemd dat we dat dus bij die porno wel geregeld hebben. Maar bijvoorbeeld zo'n voorbeeld van Frans Timmermans, en ik kan jou ook van alles nog wat laten zeggen. Dat is niet verboden? Ja, dat is zo'nzelfde vraag en daar heb ik ook weer geen antwoord op. Kijk, er zit ook satire bij en ook je kan ook vrijheid van meningsuiting in democratische verkiezingen is ook heel belangrijk. En dus het kan ook heel grappig zijn en de grens tussen satire en kiezersbedrog en misleiding, die is niet eenduidig te trekken. Nee. Dus ik zou daar ook weer niet van durven zeggen, nou, dat mag niet of het mag wel. Dat is gewoon een enorm complex debat. En dus het gevaar is, als je dat vrijlaat, dat er steeds meer fake news komt, dat mensen echt beïnvloed worden in hun keuze. En het gevaar is dat als je dat niet toelaat, dat je het vrije debat, want wie legt die regels op? Dat is de machthebber. Ja. Dus dat zou hetzelfde zijn als Biden, die zegt, nou, je mag niet meer van mij, maar bij Trump bijvoorbeeld wat minder kritisch is. Ja, dus je krijgt er veel meer machtsconsolidatie van. Ja. Weer zo'n ingewikkelde vraag. Ingewikkelde vraag, nou ja, maar daarom zijn we hier ook. Als er andere opmerkingen zijn, ik hoorde hier net ook even, of was het ook even buiten de orde? Ja, mijn buurvrouw maakte de grap dat misschien Poetin het allemaal ironisch bedoelt met die deepfakes. Ja, dat laten we daar nog een beetje hoop op putten als het dat zou zijn. Ik hoop het. Ja, ik zie heel goed hoor, dank. Ik zie daar gaan een paar vingers de lucht in. Even kijken, wie was de eerste? Aan die kant weer. Ja, kom ik bij je. Nou, bedankt voor het verhaal. Ik vind het een vrij dystopische avond eigenlijk. Want ook, het is ook wat je zegt van in een rechtszaal, we weten niet meer wat waar is. En allemaal porno die gemaakt wordt om of wel moet of middelbare scholieren gewoon kapot te maken. Ja, je zegt ook van verbieden is moeilijk. Je wil ook niet dat een staat oppermachtig alles gaat controleren. Het roept bij mij ook vooral heel erg een soort walging op. Van ja, ik wil er eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Doe mij maar een wandelingetje op de postbank. Ja? Zonder virtual reality bril. Ja, dus eigenlijk hoop ik ergens dat er een soort beweging is. Van, dat mensen uit walging zich vrijwillig eraan onttrekken. Van ik wil er niks mee te maken hebben. En als er misschien genoeg mensen dat zijn, dat ook een soort van oplossing is. In hoeverre, jij kent de literatuur denk ik goed hierom, of wat allerlei mensen erover denken, van zie je ook zo'n beweging? Is er sprake van zo'n beweging? Een soort offline beweging. Ja, zeker. Ik wil toch nog wel een keertje benadrukken dat er dus ook heel veel goede toepassingen van zijn. Dus ook een politicus die bijvoorbeeld in een minderheidstaal kan communiceren. Je kan zeggen dat dus verkiezersbedrog, maar je kan ook zeggen, dat is juist inclusie. Je kan die mensen er veel beter bij betrekken. Als ik een audioboek wil hebben, dan kan ik zeggen, mijn stem 10 minuten inspreken. En dan heeft hij het vanaf daar, kan hij het gewoon zelf doen. Dus het is ook heel erg, kan ook heel veel brengen, zal ik maar zeggen. Maar zeker, er is ook zo'n beweging gaande. Dus je ziet juist ook bijvoorbeeld de CEO's van Silicon Valley bedrijven, de Googles, de Microsofts, die sturen hun kinderen naar niet-digitale scholen, waar dus die digitale producten niet aanwezig mogen zijn, omdat ze weten hoe slecht dat eigenlijk voor kinderen is, omdat je niet meer goed emoties herkent bij elkaar. Bijvoorbeeld in zo'n metaverse, de gezichtsuitdrukking, gelaatsuitdrukking, dat zijn micro-expressies. Dat zijn net kleine rimpeltjes. Die kan je nooit in een avatar terugbrengen. Dus je verliest op lange termijn, dat is ook op lange termijn, verlies je ook in de echte wereld,
de mogelijkheid om emoties te herkennen en persoonlijke... En is er in Nederland ook zo'n beweging waar meneer naar refereert? Ja, iets minder geprononceerd, omdat ook bijvoorbeeld in Amerika die digitalisering veel verder is gegaan. Ja. Maar ik verwacht zeker dat naarmate die digitalisering verder gaat, je ook die tegenbeweging krijgt van mensen die zeggen, maar laat het maar mij voorbij gaan. Ik zelf ook, en dat zei jij volgens mij ook, al die Zoom-gesprekken en dat soort dingen. Als het even kan, gewoon persoonlijke communicatie en gesprekken en anders liever niet. Precies. Heel goed. Zag ik hier ook nog een vinger? Klopt dat? Of niet? Oh, sorry. Nee, dat dacht ik eventjes. Ja. Ja, zeker. Even met microfoon, want dan ook voor de opname kunt. Nou ja, een klein dingetje is dat we tegenwoordig Meta, die Oculus, die kan wel micro-expressies lezen en zijn ze bezig het om te zetten. Maar daar krijg je dus weer de vraag dat je gedachten kan gaan manipuleren. Want je kan ze lezen en daarop anticiperen en ze gaan proberen te veranderen. Dus dan is de vraag, willen we emotionele groei of willen we Meta, het voormalig Facebook, onze gedachten geven? Ja, nou precies weer zo'n dilemma inderdaad. Dus dat heeft weer de nieuwe beweging van neuroprivacy met zich meegebracht. Goh, je krijgt, als ze die emoties kunnen lezen, en die micro-expressies, die kunnen zelfs al emoties aangeven voordat wij er soms zelfs rationeel van bewust zijn. Dus zij zien dat eigenlijk eerder wat wij voelen dan wij zelf dat weten. En dan kan je dus inderdaad gaan sturen en gaan manipuleren. En dat, kijk, als je iemand gedachten en emoties kan gaan sturen, ja, dat is natuurlijk de beste tactiek om advertenties en noem maar wat op te verkopen. Even tussendoor, Bart, er zijn heel veel bijeenkomsten, daar beloven ze mensen met heldere antwoorden naar buiten te gaan. Hier lopen heel veel mensen straks naar buiten. Ik heb veel meer vragen dan ik van tevoren had, maar voor jou is dat een goed teken. Dat is de wetenschap. Nee, oké, nee, precies, dan ben ik gerust. Zag ik hier net ook nog een vinger of een opmerking? Dacht ik eventjes, heeft u alles kunnen vragen, alles kunnen zeggen, al uw dingen verhelderd kunnen krijgen? En ook aan jou heb je al je oproepen kunnen doen, alle gesprekken die gevoerd moeten worden? Ja, ik zou dus zeggen, download dat boek en verspreid dat ook naar iedereen waarvan je denkt van, god, dit is misschien interessant. En voer dat debat met elkaar, want dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste. Ik denk, we weten het niet zeker, maar waarschijnlijk gaat dit enorm veel betekenen. Als je alleen al in Amerika ziet, daar worden per jaar 100 miljard, 200 miljard in AI geïnvesteerd. Dus dat zegt dat eraan gaat komen. Dat heeft een enorme impact op onze samenleving. Dus we moeten daar nu al dat debat over voeren. En dat valt mij ook op. Je vroeg ook van, speelt dit soort dingen al in de verkiezingen? Helemaal niet eigenlijk. Terwijl dat heel raar is gegeven, de impact die het gaat hebben. Dus laten we iemand met elkaar dat debat gaan voeren. En over dit soort vragen al na gaan denken. Want dat zijn hele lastige vragen waar geen eenduidig oplossing voor is. Precies. Maar daarom des te belangrijker om erover na te denken en om jouw boek te lezen. En ook dit is helemaal gratis verkrijgbaar voor iedereen. Dus als je de smartphone pakt en die QR-code scant, dan krijg je hem gewoon. We gaan zorgen dat we die kunnen delen. Je krijgt een hartelijk applaus. Dankjewel voor je bijdrage. Bart van der Sloot. APPLAUS.